Ze hebben geen verstand. Ze hebben geen verstand. Wij leven in een volslagen verstandloze maatschappij. Wie dat niet snapt, mijn kind. Minetti keek op zijn horloge en sprak voor zichzelf uit. Maar één enkel keertje. Omdat het 200 jaar bestaat. Het treinkaartje van Hoevelaken naar Oostende heeft al mijn geld gekost. Als hij niet komt. Minetti stond op en liep een eindje de lounge in, kwam teleurgesteld terug en begon weer op het meisje in te praten. Jij kent de mensen niet. Ze zijn er alleen maar om elkaar er weer... De gevestigde kunst. We laten de zogenaamde beschaafde wereld hem vallen. Hij is een dode man. Mijn kind. Minetti keek voor de zoveelste keer op zijn horloge. Ik had me voorgenomen dat zodra hij het meisje in plaats van mijn kind Cordelia zou noemen, ik niet langer lijdzaam toe zou zien. Er moest iets gebeuren. Minetti zelf leek niet meer in staat het noodlot af te wenden. Hij zou als niemand ingreep stikken in zijn eindeloze monoloog. Zijn imitatie van lang overleden collega's. Ik kende dat in een rol blijven steken. Je in een rol laten duwen door de beschaafde wereld. En ze laten je geen ontsnapping. Minetti zei... Eerst dacht ik... Ik zeg maar teleurgesteld... Natuurlijk teleurgesteld. Slechts korte tijd in Hoevelaken terug. In dat kleine, ingeslapen gat waar zelfs de wekkers dromen. Maar ik ben de vol 30 jaar in Hoevelaken gebleven. 30 jaar, mijn kind. Waarin ik de hele gevestigde literatuur bestudeerd heb, zodat ik aan het einde wist waarom ik er tabak van had. De lier, ja. Maar de hele verdere gevestigde literatuur, nee. Op de zolderkamer van mijn zuster in Hoevelaken speelde ik elke 13e van de maand voor de spiegel de lier. Steeds stipt om 8 uur 's avonds in het masker van Anser, mijn kind. Om het niet te verleren. En elke weekse dag een passende voordracht, mijn kind. Lierklauzen, steeds dezelfde lierklauzen. En op elke 13e de hele lier. Een keer in het Engels, een keer in het Nederlands. In mijn eigen vertaling natuurlijk. De kunstenaar is pas de ware kunstenaar als hij door en door waanzinnig is. Als hij zich in de waanzin heeft gestort, onvoorwaardelijk. Als hij die tot werkwijze heeft verheven. De ware kunstenaar, mijn kind... heeft de waanzin van zijn kunst tot werkwijze verheven. Mogen de wereld denken en schrijven wat ze wil. Hij mag alleen geen angsthaas zijn. De kunstenaar mag geen angsthaas zijn natuurlijk. De maatschappij heeft de grond onder mijn voeten weggeslagen... door het toneel onder mijn voeten weggeslaan. En de rechters hebben een proces tegen mij aangespannen... en mijn bestaan geruïneerd. Maar... mijn kunstenaarschap heeft niet onder deze schofte streek geleden. Integendeel.
Maar wat een inspanning, mijn kind. Die Oostenrijkse zangpedagoog had één probleem. Ze dronk. Ze zal dus wel meerdere problemen hebben gehad. Zoals alle verslaafden probeerden zij ook aan mij te laten zien dat er niets aan de hand was. Dat het allemaal volkomen normaal was wat er gebeurde. Dus was ik op mijn 22e alcoholiste. Ik heb mijn stem in Oostenrijk verzopen. In Hoevelaak. Op de zolderkamer van mijn zuster kunstenaar zijn. Nooit de vraag of iets gepermitteerd is of niet. Nooit. Elke dag levert niets dan de bewijzen voor de laagheid en de onbeschaamdheid en de, voor de ontoerekeningsvatbaarheid van de mensen die zich de menselijke maatschappij noemt, mijn kind. De mensheid lucht dag voor dag in de gevestigde literatuur. Want in de gevestigde literatuur wordt de mens niet lastiggevallen. Nog in de gevestigde schilderkunst. Evenmin als in de gevestigde muziek. Het is om te kotsen. In het gevestigde is de maatschappij ongestoord bijeen, wordt ze niet lastiggevallen. Maar de kunstenaar dient zich aan deze daad van schaamteloosheid te onttrekken. Maar wat gaat een mooi kind als jij dat aan? Wat zo'n halve gaar als ik denk. Het meisje haalde haar schouders op. Was het het soort medelijden dat Minetti deed opveren? Plotseling viel hij tegen het meisje uit. Ik ben de woedende kunstenaar. In tegenstelling tot de anderen. Ik ben de onthutste. In tegenstelling tot de anderen. Wacht, mijn kind. Hoe langer je wacht, des te mooier ben je. Het is een sprookje is het. Theaterdirecteur is een oude vriend van mij. We zijn samen naar school gegaan. Hij is al 20 jaar theaterdirecteur in Drachten. Fries, snap je? Fries, hij is Fries. Weet je hoe klein Hoevelaak is? Je kunt merken dat ik 30 jaar in Hoevelaken geleefd heb. 32 om precies te zijn. Zo ziet een mens eruit die 30 jaar in Hoevelaken heeft geleefd. Deze oude broek, deze oude jas, deze oude schoenen. Niet naar Hoevelaken gaan. Niet naar Hoevelaken gaan. Je houdt van hem, hè? Hoe oud is hij? 17, antwoordde het meisje en Minetti herhaalde 17. Toen ik 17 was, ben ik begonnen mij met Shakespeare bezig te houden. Toen ik 17 was, droomde ik van een operacarrière. Mijn vader was mijn leraar en mijn held. Toen gingen we met vakantie naar Oostende. Daar werd ik 18. Maar op mijn 18e heb ik de lier al gespeeld. Al op mijn 18e. Mijn 17 jaar meer naar hem. Zelfs van plan. Zelfs van plan. Komt hij uit Oostende? Het meisje knikte. Ze leek wat onrustiger te worden. Ze had de radio op schoot genomen en draaide de cassette die al lang uitgespeeld was om. Minetti volgde haar geïnteresseerd en zei vaderlijk, ga niet weg uit Oostende. Al mijn spaargeld heb ik opgeofferd aan de reis. De terugreis kan ik niet betalen. In de verte hoorde je lachende en schreeuwende mensen. Onzichtbare gemaskeren. Moest ik zijn terugreis betalen? Was dat wat hij wou? Moest ik een kamer voor hem bestellen? Moest ik mijn bed met hem delen? Aan hem afstaan? En er op een stoel naast gaan zitten? Wachten op zijn laatste kukident-adem? Toch nog dronken worden?
Boven het gejoel uit hoorde ik Minetti's stem. De mensen slaan zich door deze dag heen door zich te bedrinken. Maskers opzetten. Steeds weer staar ik naar die deur, maar hij komt niet. Thou wert better in a grave than to answer with thy uncovered body. Beter lag jij in je graf dan te antwoorden met je naakte lichaam. Heb je broers en zussen? Ja, antwoordde het meisje geladen. Broers? Twee broers. Waar wonen die broers? In Luik. In die afschuwelijke stad Luik. Broers en zussen, dat is iets moois. Ik had een broer. Hij is in Kampen begraven. Ieder jaar ging ik naar zijn graf, naar de plek waar hij ligt begraven. Maar nu al 30 jaar niet meer. Ze hebben mij uit Kampen weggejaagd. Definitief, voorgoed. Thou wert better in a grave than to answer with thy uncovered body. Het meisje drukte op play. Minetti raasde door. Ik wenkte de bediende. Ik probeerde op te staan. Ik wilde naar mijn kamer. Ik zocht een elegante manier. Ik had drank nodig. Ik heb mijn stem in Oostenrijk verdronken. Het is een ongeluk dat ik naar Oostende ben gegaan. Zonder iets te zeggen ben ik weggegaan. Ze zullen me zoeken. Het zuiden van Nederland is verschrikkelijk. Maar nog verschrikkelijker is het noorden. Heb ik je verteld dat Anser mij voor Prospero het masker heeft beloofd? Als ik Prospero speel, zei ik tegen hem. Prospero had ik moeten spelen. Prospero. Het begon nog harder te waaien. Ik had al 1 poging ondernomen om te gaan staan, maar omdat mijn beide benen sliepen, was ik teruggevallen in mijn stoel. Niemand schonk aandacht aan mij. Voor mijn neus lag een advertentie van Maandverband. Ik keek naar Minetti en voelde hoe zijn handen mijn lichaam naar zich toetrok. Ik rook de zurige pislucht, de aftershave, de kukiedent. Ik spande mijn dijen en liet ze los. Het gevoel in mijn benen keerde terug. Daar in die hoek, beweerde Minetti, heeft Anser mij het masker voor Prospero beloofd. Ik zei dat ik tijd genoeg had, over 20 jaar misschien. 20 jaar na de lier. Prospero. Maar Anser is dood. En ik heb Prospero nooit gespeeld. Er altijd alleen maar van gedroomd. Om hem te spelen. In Hoevelaken heb ik er altijd van gedroomd. Prospero te spelen. In Hoevelaken. Op de zolderkamer gedroomd, mijn kind. 30 jaar lang opgestaan, voor de spiegel gaan staan en de lier gespeeld. De mensen zeiden dat ik gek was. Maar ik dacht, de mensen zijn gek. Steeds weer lier, lier, lier. Terwijl ik al lang voor gek verklaard ben, onafgebroken. De lier. Het meisje zette de muziek iets zachter. Was het om naar de wind te luisteren? Of was ze bang dat ze als iedereen in het hotel vergeefs zat te wachten? Ik stond. Ik had Minetti kunnen negeren door rechtstreeks naar de lift te lopen, maar dan had ik weer iets gedaan waar ik de rest van mijn leven spijt van zou kunnen krijgen. 30 jaar geleden, zo zou ik kunnen beginnen tegen hem, 32 om precies te zijn, en ik zou doorpraten tegen hem tot het nieuwe jaar. De ober zou achter mij staan met de champagne. We zouden samen de glazen heffen. We zouden samen naar boven gaan met de lift. Ik zou hem uitkleden. Ik zou hem wassen.
Ik zou zijn tanden in een glas Kukident op de wastafel zetten. Minetti keek de lounge in en daarna op zijn horloge. Het was 11:45. Tot ik een aanbod kreeg de lier in een echt theater te spelen. Uitgenodigd de lier te spelen in het theater. De kunst verkommert snel, mijn kind. Als de kunstenaar verslapt, zich van de wijs laat brengen. Ook maar 1 seconde verslapt. Niet verslappen, mijn kind. Niet verslappen. De hoon verdragen, de spot. 30 jaar lang ben ik gehoond en bespot in Hoevelaken. Ik heb het verloren. Het telegram. Het bewijs. Dat het theater 200 jaar bestaat. De lier spelen. In Drachten. Opeens worden wij gegrepen door een idee en wij streven dat idee na. En we kunnen helemaal niets anders meer dan dat idee nastreven. Hoor je de storm? De hele kust raast. Hoor hoe de kust raast. Ze raast. De kust. We stemden in de sneeuwstorm, mijn kind. Juist zou ik mij naar Minetti begeven en mij aan zijn voeten neerwerpen... Toen een aantal van die luidruchtige gemaskerden terugkeerden van straat. Ze bleven voor Minetti staan. Eén wees met een ontkurkte fles in zijn richting en zei... Deze man wacht al 2 uur op de theaterdirecteur. Waarop een ander hem bijviel. Dat zegt de portier tenminste. En een ander zei... En de in het rood geklede dame zegt het ook. Maar ik had niets gezegd. Ik had niets gezegd. Wat u verder over de dood van Minetti, van wie dan ook hoort, het is niet waar dat ik iets gezegd zou hebben. Ik heb wel vaak gedacht, had ik maar wat gezegd. Maar dan had ik zeker niet gezegd, deze man zit al 2 uur op de theaterdirecteur te wachten. Dat was waar, maar daar gaat het niet om. Er speelden andere zaken die veel belangrijker waren dan die theaterdirecteur. Die bestond waarschijnlijk niet eens. Minetti was teruggekeerd naar Oostende, evenals ik, om te zoeken wat in de tijd verloren was gegaan. Net als ik. De gemaskerde danste om Minetti heen en scandeerde, zeg het, zeg het, zeg het. Ze brulden van het lachen en vertrokken. Minetti beefde van woede en riep hem na, ongehoord, ongehoord. Ongehoord! Het meisje prutste aan haar cassetteradio. Minetti zakte onderuit op de sofa en mompelde de... Onbeschaamdheid van deze mensen is grenzeloos. Klasseloze maatschappij is gek geworden. Het meisje zette het geluid van de radio harder. Minetti kwam met zijn hoofd vlakbij het haar. En schreeuwde boven de muziek uit... Niet weg uit Oostende! Het meisje schudde haar hoofd. Niet weg uit Oostende. Uit Oostende niet. Ik had niet naar Hoevelaken moeten gaan. Ik durfde niet meer weg te gaan. 30 jaar lang was ik bang. Bang mijn tekst kwijt te raken. De lier niet meer te kunnen spelen. Hij trok de koffer naar zich toe. Wij zijn 30 jaar bij elkaar gebleven. De koffer en ik. Een samenzwering. Hij haalde een krant uit de koffer en begon voor te lezen. Vandaag heeft de onbeschaamde acteur Minetti de stad Kampen verlaten. De burgers halen opgelucht adem. De ober was met 2 flessen champagne gearriveerd. Hij wilde ze voor me op tafel zetten. Ik gebaarde hem mij te volgen. Minetti had de krant weer opgevouwen en teruggestopt in de koffer. Hij keek op zijn horloge alsof hij vergenoegd constateerde dat zijn taak erop zat. Bijna 12 uur. Het meisje vroeg aan Minetti: hou je van muziek? Je. De onbeschaamdheid. Je. De jeugd raaskalt.
weet niet meer wat ze zegt. De muziek staat altijd te hard, daardoor hoeft de jeugd niet meer te weten wat ze zegt. Ik liep naar Minetti toe, die lang uit op de bank was gaan liggen, en zei: goedenacht meneer, en slaapt u goed. Dat heb ik gezegd. Zeker? Er was meer te zeggen geweest. Maar ik had ook niets kunnen zeggen. Minetti keek mij aan. Geen ogenblik gaf hij de indruk iets in mijn gezicht te herkennen. Ik liep naar de lift. De kelner kwam rinkelend achter mij aan. Het laatste wat ik Minetti hoorde zeggen was: ik houd heel veel van muziek. We stonden in de lift. De ober en ik. De vriend van het meisje was binnengekomen en omhelsde haar. Ze liepen samen naar buiten, maar plotseling draaide het meisje zich om, rende terug om de radio te pakken. Minetti lag lang uit op de sofa. Zijn hoofd rustte op het toestel. Het meisje bedacht zich. Ze zette de muziek uit en verdween. Toen ik het gordijn van mijn kamer wilde dichtschuiven om verschoond te blijven van het vuurwerk, zag ik Minetti op de boulevard sleuren met zijn koffer in de richting van een bank. Ik kan wel allemaal met woorden proberen uit te leggen wat ik toen heb gezien, maar gelukkig is het theater ook nog voor een deel visueel.
kunstenaar. De toneelkunstenaar.